Woensdagochtend gebeurde er een verkeersongeval tussen Heil en Wessum. Een 24-jarige vrouw uit Beegde is gewond geraakt bij een verkeersongeval in Wessum. De auto van de vrouw raakte van de weg af en knalde tegen een boom. Omdat de vrouw nog in de auto zat, is ook de brandweer gewaarschuwd. Uiteindelijk kon de vrouw toch op eigen kracht uit het wrak komen. De auto van de vrouw reed op een weg waar onlangs nu kezels zijn gestruid. Vlak na een bocht raakte de auto vermoedelijk daardoor in de slip en kwam neven de weg tegen een boom tot stilstand. Bij de Panhelderweg stonden waarschuwingsborden om mensen te waarschuwen voor de pas gestruide kezels, maar er waren maar weinig automobilisten die zich toch ervan aantrokken. De vrouw is gewond geraakt door de klap, maar ze was gelukkig wel aanspreekbaar. Ze is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Na het ongeval werden de weg tussen Heil en Wessum afgesloten voor al het verkeer. Na ongeveer een uur was de weg weer vrij. Of de gemeente Maasgouw extra maatregelen gaat nemen om het verkeer op de weg te wijzen op het gevaar, is nog niet bekend. Het is in ieder geval aan te rooien om op een Panhelderweg in ieder geval extra voorzichtig te rijden de komende tijd.